FIFA. FIFA Ultimate Team, oftewel. Gewoon, we gaan weer. Vrijdag dus komt een FIFA video online. Alleen. Maar ja, dat boeit niet echt niks, want het is wel. Nu ga ik dit nemen en dan ga ik. Ja, dat is niet available, dus ik kan alles gewoon lekker kopen. Ik heb zin om een lekker frisse pakken. Maar in ieder geval, waar ik het sowieso daar ook nog even over ga hebben, is FIFA Eerden. Wat zijn nieuwe dingen? En dan komt het voor deze fucking. Ja. Maar nu is het niet zo. Ja, dat ze op mijn gezicht zit hier, het licht. Dan zit dat helemaal. Eerst de gouden packs open. Ja, maar in ieder geval, wat ik ondertussen wil gaan zeggen is. Oké, wacht, het is blauw! Blauw is champion. Is een champion. Oh, dat heb ik niet klaar. Ik hoop dat het een ander was, niet een Oekraïne of zo. Gewoon een vlieger over die. Ik doe meestal allemaal 100.000. Ik betaal hem wel weer. Nou, waar ik het gewoon even ondertussen nu over wil hebben. Is FIFA 21. Wat zijn de verwachtingen daarvan? Wat kunnen we gaan verwachten? Nou. Er gaan sowieso gaat iets weg en dan het gaat dus dan op skill gaan komen, gewoon op goedheid. Ja. Dus, en daar, dat bewaar ik even voor het laatst, want dat is best wel een ding waar ik wel een beetje over praten. Ja. En sowieso de komende spelers, ja, daar komt wel packs en dat gaan we komen. Sowieso Ultimate Team dat blijft. Sowieso dat blijft, weekend niet blijft, alles dat blijft, sowieso de skill dingen. Oh, daar heb ik echt heel veel aan. Dus, maar in ieder geval dat, ja, dat blijft allemaal. Dus, en dan nu ga ik het hebben over. Ja, een ding wat dan. Ja, we hebben het gehoord van leakers. Ik weet het niet echt als het zeker klopt. Maar als het klopt. Dan kan ik het ook wel even opzoeken. Maar volgens mij. Iemand die zei. Waar ik laatst voor mij speelde op mijn Twitch stream. Die zei dat. Dit. Je hier ziet, dit gaat weg. Terwijl je kunt geen FIFA punten meer kopen in FIFA 21. En aan de ene kant snap ik dat nog wel. Want stel iemand heeft nou best wel veel geld. Heeft gezien, kan die 100 euro kopen. Ja, je weet maar nooit. Je hebt mensen die zijn wel best rijk. Die kunnen gewoon ja, die 99,99 FIFA punten kopen. Is wel 100 euro is wel afgerond. Dus, en dan snap ik het. Sowieso wel, want bijvoorbeeld iemand, wat stel iemand die heeft wel FIFA, alleen ja, daar heeft hij het mee gedaan. Terwijl die kan online doen en die heeft, af en toe valt hij weg, ja. Dan heb je ook wel een neef. Oh ja. Waarom poep je dat? Ja, ja, heb jij geen goede man, niks aan. Deze werk gewoon maar hier doen. In ieder geval, want ja, de een heeft dan best wel wat geld en de ander niet. En dan is het niet echt eerlijk. Ik denk dat jullie dat ook wel begrijpen. Maar ik weet dus niet precies als dat. Ja. Ik heb gewoon gehoord van leakers, dus ik weet niet of het echt. Zo is het.
Dat vind ik eigenlijk wel een beetje stom. Hoe willen ze dan dat doen voor die, ja, voor sommige mensen. Maar ik snap wel dat de ene moet zo lang wachten op 4 punten en de andere niet. En ik ga zo zien nu ook even naar mijn team, naar mijn eigen team. Dit is mijn team, terwijl gewoon echt, ik heb gewoon een beetje, ik heb wel, toch nu even nieuwe spelers ingeplakt. Meneer Benger kijk, ik dacht, dan kan ik gewoon nog even voor de wifels grinden. En dan, ja, ik vind gewoon wifels en dan kun je gewoon lekker spelen, dat doe ik meestal live. Dus volgens zie ik ook even mijn Twitch, want ik ben elke dag, ga ik wel zo wat live even wat doen. Dus. En hij heeft gewoon echt, dat is gewoon echt zo'n, wat zei ik nou laat, wat zei ik nou gisteren? Echt zo'n race monster gewoon meer. Zo echt, dat is gewoon echt, met 95 sprint speed man. Waar haal je dat vandaan? In ieder geval, en hem, deze kaartenpack, gewoon One of the White, die pack ik gewoon fucking, dus en dat is het van mijn fan. Misschien kan ik een SBC'tje doen. In ieder geval, dat gaat er sowieso weg. Ik wil graag even deze hoeveel door. Hier hebben we dan nooit Oké, misschien heb ik hier nog een andere speler. Misschien heb ik er wel nog een Frans in. Nu had ik het nog in een super leuk uitgezien. Of wel van. Ja, deze hier wil ik wel even weg doen. Hier heb ik gewoon echt een lijst.
Zelfs je aan het tijd spelen. Dat vind ik gewoon zo... Ik denk toch wel gewoon gaan proberen met de Bundesliga. Ik kan het ook proberen met deze. Daar heb ik vrij weinig aan.
Weet je wat ik laatst zag? Terwijl ik dat zag, dan wil ik eigenlijk wel even doen kijken. Terwijl, ik was gewoon op Pandaatje gaan kijken en ik was hier beneden. En toen zag ik hier bij de M. Zag ik gewoon echt fucking mannen die, what the fuck. Oké, nu ga ik gewoon kijken als. Oké. Dat dacht ik ook wel. Maar dat is wel van naar de Arabische emigratie. Kijk, hey, daar zijn wel echt spelers voor, maar wat is hun bij welke vriendschap? Kijk dan, met die spelen allemaal daar. Ik wil even kijken. Het zou wel grappig zijn weer dat we. Maar ik lukt denk ik wel nog een keer doen. Of kan je het gewoon in de stream doen? Dat denk ik dus. Oké, dus ik ga hier dan de video afsluiten. Hopelijk zeker blij dat je niet te abonneren op mijn kanaal om de video. En op dat pijn klikken we naast hem neer. Zeg ik zo altijd, adios.